meenemen een leuk flesje. Doen er twee smaken in, bijvoorbeeld kokos en mango. En noem het dan Coco Zo. Dat zal vast erg veel verkopen. Uiteraard een vreemd flesje en een lekkere combinatie. Het komt uit Japan en het is inderdaad Coco Zo. Een gedraaid flesje, of in ieder geval de onderkant. Het lijkt wel of ze de laatste druppel eruit willen wringen. Met 25% mango sap. Kijk, en daar word ik in ieder geval heel erg blij van. Maar nou is de vraag, hoe is de kwaliteit van dat mango sap? Smaakt het nog naar mango? Of is het een beetje doorgekookt? Dat de smaken dus eigenlijk een beetje verdwenen zijn. Ik hoop het toch echter niet. Ja, veel kan je er niet veel vertellen. Het komt in ieder geval uit Japan, denk ik dan. En ja, de land van de reizende zon, de samurai-zwaarden en alle oosterse gebruiken meer. En natuurlijk de auto's, de oude vertrouwde auto's daar. Of oude, eigenlijk niet eens oude, maar ook nieuwe. En ja, u weet het wel. Genoeg gepraat. Ik ga het een beetje raar praten. Het is ook al laat. Ik dacht even voor het slapen gaan een lekker drankje te nemen. Ik ben nogal dorstig. Een fruitdrankje gaat er altijd in. Toch? Het folietje er even af. Dus dat is in ieder geval een goede verzegeling dat... Jantje of Pietje, dat ik stiekem mijn stok van genomen heb. Dat is toch allemaal weer veilig. Nou, hoe ruikt zo'n drankje? Ja, maar goed, ik zal hem vast indrinken, schenken. Maar ik kan u al vertellen, het ruikt niet zoals ik het zou willen. Maar de kleur is wel vrolijk. Maar ook een beetje overdreven als je het mij vraagt. Maar goed, nu nog de smaak. Ik ben erg benieuwd. Coco Zo, daar ga je. Proost. Ja, ze maken reclame met 25% mango sap en kokos. Al hadden ze er wat anders op geplakt, had ik het ook geloofd. Nou ja, geloofd, dus eigenlijk geloof ik het niet. Het drankje is op zich lekker, het drinkt heerlijk weg. Vooral als het gekoeld is, wel zoet, absoluut. En je zou zeggen, ja, mango's zijn zoet. Ja, ook weer niet. Ze hebben een krachtige, kruidige smaak. Een beetje zoet als honing. Een beetje natuurlijk zoet. En dat vind ik hier niet in terug. Alweer niet. En dan zou je zeggen, of zou je verwachten, nou, die Japanners die zijn er erg strikt in. Maar... ze zijn ook een beetje bekend om smaken na te maken. Een beetje onnatuurlijk. En dat is dit drankje eigenlijk precies hetzelfde. Het is lekker, maar echt natuurlijk proeft het niet. Vreemd toch weer. Jammer. Een gemiste kans, maar het drankje op zich is wel lekker. Maar ja, daar heb ik het niet voor alleen maar voor gekocht. Ik wil echt een mango smaak proeven. Goed, ik zal nog één slok nemen. Misschien verander ik nog van gedachten. Nee. Het is niet smerig, dat niet. Het is... best lekker. Het is meer een soort van limonade. Een gemaakte smaak proef ik.
Weet ik niet. Ik weet niet hoe ze het doen, of ze ermee gegroeid hebben, ja of nee. Maar nee, het is niet mijn tweede koop. Wel leuk om uit te proberen, maar daar blijft het ook bij. Dit was Clytus Jellis met een Kokuzoo test met 25% mangosap, zeggen ze hier. Ik betwijfel het, maar goed, ik neem het maar aan. Ik dank u voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag, dag.